Het traditioneel gezag van inheemse en tribale volken en het managementteam grondenrechten der inheemse en tribale volken in Suriname hadden afgelopen weekend een tweedaagse bijeenkomst, de Galibi, in Marowijne. Het doel was om de lokale traditionele leiders te betrekken bij het formuleren van de conceptwetten met betrekking tot het grondenrechtenvraagstuk, meldt het Nationaal Informatieinstituut. De voorzitter van het managementteam, Wensley Misijan, en kapitein Ricardo Pane zijn tevreden over het resultaat van de bijeenkomst. Partijen zijn namelijk gekomen tot een voorstel voor grondwetswijziging, een algemene wet over grondenrechten en een wet over het traditioneel bestuur. Er komen nog meer bijeenkomsten met het traditioneel gezag, zegt Misijan. Bij de laatste bijeenkomst zullen de conceptwetten en de wetsvoorstellen worden gepresenteerd aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. Uiteindelijk zullen de wetten aan de Nationale Assemblée worden aangeboden ter goedkeuring.